Goedendag, u kijkt naar het weersjournaal van Weerplaatsen.nl. We beginnen met het weer langs de oostkust van de Verenigde Staten. Net als gisteren ligt daar nog steeds tropisch orkaan Cristobal hier in de cirkel. En Cristobal gaat het weer bij ons beïnvloeden. En bij ons, dat bedoel ik dan het westen van Europa mee. Want Cristobal trekt richting IJsland, zorgt daar voor veel wind en regen. En aan de zuidflanken van Cristobal komt veel warme lucht. Daardoor gaat een hoge drukgebied ontstaan ten westen van Frankrijk. Dat trekt later dan weer naar de Britse eilanden. En daardoor krijgen wij na het weekend vrij nazomerweer. Behoorlijk wat zon, droog weer, weinig wind en temperaturen die bij ons omhoog gaan. De koers van Christobal is ongeveer die kant op. Maar dat kunnen we veel beter zien als we naar de weerkaart van Europa gaan. Dus we gaan weer even terug naar Europa. Dan zien we hier al een lage drukgebied bij Ierland liggen. Dat lage drukgebied gaat naar Noorwegen trekken. Als ik de boel zo'n beweging zet, dan zien we helemaal links op de rand Christobal komen... En die trekt dan richting IJsland. Dus laten we het maar eens laten bewegen. Dit was de situatie van donderdag. Bij ons een zwakke storing die voor het regen- en motregen zorgt. Het lage drukgebied bij Ierland lost heel langzaam op en trekt richting Noorwegen. En helemaal links zien we Wal komen. En die trekt dus richting IJsland. Als we dan nu bij Frankrijk kijken, zien we daar de luchtdruk stijgen. Dat is dat hoge drukgebied dat aan het ontstaan is. Dat is zaterdag. Daar dan al prima weer. En uh, ja, zoals gezegd, na het weekend trekt dat hoge drukgebied richting onze regio. En dan krijgen we ook bij ons mooi weer. Maar in het weekend nog niet en morgen ook nog niet. Eerst vanavond. Vanavond is het nog wisselend bewolkt in het noordoosten en oosten. Daar regent het nog enige tijd. Die regen trekt vroeg in de nacht weg. Het is daar nog 19 graden. En eerder vanmiddag was het zelfs 24 graden in het oosten van Groningen. In het westen en zuidwesten wordt het vanavond al droog. En daar liggen de temperaturen rond 18 graden. Vannacht is het dan tijdelijk overal droog. Kwik daalt tot rond 13 graden. Maar in de zuidelijke provincies kan later in de nacht weer een enkele bui vallen. En die buien die breiden zich morgen overdag geleidelijk verder uit over het land. Meeste trekken over het zuiden en oosten. Maar ook in het midden kan een enkel buitje vallen. In het noordwesten blijft het denk ik de hele dag droog. Temperaturen 20 tot 22 graden. Maar het is geen lekker strandweer, want er waait een stevige zuidwestenwind op het strand, windkracht 5. In het binnenland staat windkracht 3 tot 4. Dan het weer voor zaterdag. Nou, waar we morgen nog geregeld de zon zagen, daar zien we zaterdag weinig zonneschijn. Misschien vanochtend s ochtends nog in het zuiden, later op de dag een beetje in het noorden, maar verder is er veel bewolking en er valt van tijd tot tijd regen. Temperaturen zaterdag 18 tot 20 graden. Zondag ook een graad of 19, dan zien we de zon weer wat vaker schijnen, maar er vallen ook buien. En vanaf maandag wordt het dan dus beter weer. Dan zonnige periode, bijna overal droog en 20 tot 22 graden op maandag. En voor de vooruitzichten verder vooruit zien we dat de temperatuur blijft stijgen. Vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, dan komen we in de buurt van de 25 graden. Daarna gaat de temperatuur mogelijk weer naar beneden en neemt misschien ook de wisselvalligheid weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl